mei organiseert Eemland TV voor de tweede keer in haar geschiedenis een verkoop van kunstwerken. Het idee voor de kunstverkoop is ontstaan door de serie Genesis, die in 2006 door Eemland TV is uitgezonden. Zo'n 14 kunstenaars doneerden een kunstwerk aan Eemland TV. De opbrengst zullen wij gebruiken om de continuïteit van onze programma's te garanderen. In de aanloop naar deze kunstverkoop herhalen wij de 14 afleveringen met daarin de kunstwerken welke begin mei verkocht gaan worden. In de nu volgende herhaling van Genesis kunt u zien hoe dit zomerse schilderij tot stand is gekomen. Het is gemaakt door Kok Hees. Zij heeft haar inspiratie opgedaan toen zij op Terschelling was. En zij werd getroffen door de enorme ruimtes en de prachtige wolkenpartijen. Ze heeft dit vormgegeven met acrylverf op doek. Kok Hees, schilder, schilderes. Ik ben kort geleden weer eens op Terschelling geweest, waar we heel graag en heel vaak, zo graag en zo vaak als we willen, komen. En wat op Terschelling altijd weer indruk maakt, zijn de gigantische ruimtes, de wolkenluchten. Daar ontkom je niet aan de charmes daarvan. En ik heb ook al meerdere keren daar schilderijen van gemaakt. Dat ga ik nu weer doen. En met name het accent zal zeker op de wolkenluchten liggen en ook op de ruimte. Want dat is een van de meest indrukwekkende dingen van het eiland. Het ongerepte, de wijde luchten, de wat er over je heen komt. En dat hoop ik in dat schilderij te kunnen vangen. Ik ga beginnen met, dat noem je dan een soort voorstudie. Dat doe ik eventjes op een klein kladje. Dit gaat dan naar achteren. En van dat kladje af maak ik later een schets op het definitieve doek. Maar dat is een kleine houvast voor sfeer, vlakverdeling enzovoort. Horizon laag, zodat we veel lucht kunnen krijgen. Dit hoort erop. Er zit altijd wat hout, wat aanspoeltroep, dat zet ik op de voorgrond. Daarmee suggereer je weer diepte. Hier komen de wolken. Hier komt nog iets van duinen, denk ik. Dat hangt er nog vanaf, dat moet ik nog even bekijken. In de lucht geef ik alleen deze donkere partij aan. Die moet toch donker worden. Die zit ongeveer daar. En straks met de verf ga je er allemaal vrij makkelijk overheen. Dus dat is allemaal niet moeilijk om erop te zetten. Nou, we hebben de schets gemaakt. We kunnen overgaan tot de kleuren. Omdat het om zand gaat en lucht, is sowieso voor het zand is oker nodig. Oker is een mooie goudgele kleur. Die zal ik er vast op doen. Er komt straks ook nog een heleboel wit bij. Je gebruikt, het is acrylverf. Wat te vermengen is met water en met acrylmedium. Dat maakt het iets makkelijker smeerbaar.
Ik gebruik veel wit, dus dat zet ik er ook sowieso maar even bij. Dat is in ieder geval prettig. Dan neem ik gelijk een heleboel. En zo. En ik begin zo meteen met de lucht. En dat doe ik daarom. Ik maak eerst dat blauw. Omdat de wolken zich tegen het blauw afspelen. Achter de wolken zit de blauwe lucht. En zo schilder ik het ook. Althans, ik ga het proberen. Doe er af en toe wat een klein beetje water bij, dan wordt het iets makkelijker smeerbaar. En dan kun je het beter verdelen, dat is prettig. Je gaat nu over je schets heen en het voordeel is dat je dus een kleine voorstudie hebt gemaakt waarbij je hou vast heb van, oh ja, dat had ik daar en dat had ik daar. Dat je dat als schilderend dan niet kwijtraakt. Tegen de tijd dat ik dat strand ga schilderen, moet ik wel zorgen dat dit droog is. Anders krijg je dat je dat door elkaar gaat smeren en als er iets is waar ik een hekel aan heb, zeker met acryl en met olieverf ook, is nat in nat. Dat wordt prut. Je schildert met acryl en met olie van donker naar licht. Dus dat kan altijd. En het is natuurlijk nooit één kleur, zo'n strand. Daar zit ook wel eens wat bruins in. En zeker naar die zee toe, daar wordt het weer eens wat donkerder. Daar is het zand mattig. Dit is nu droog, dus we gaan proberen daar nou een leuke, boeiende wolkenpartij in te schilderen. En het gekke van wolken is, mensen denken altijd, oh, dat is wit. Nou, alles behalve wat wolken zijn, maar niet wit. Er zit groen in, bruin, oker, violet. Alle kleuren van de regenboog vind je eigenlijk altijd terug in wolken. En ook als je dat tegen mensen zegt, van er moet een beetje bruin in, een beetje groen. Ah, nee, doe het nou maar. En je zal zien, nou, dat gaan we dus proberen. Dat maakt een wolkenpartij boeiend. En dan loopt het er naar beneden. Het maakt niks uit. Dat haal je zo met een doekje weg. Allemaal heel makkelijk. Kijk eens even. Dit is een droge kwast, bijna droog. Dat is prettig om het een beetje uit te vegen en te verdoezelen hier en daar. Kritisch blijven kijken naar ieder detail in je schilderij. Daar gaat het altijd om. Blijven kijken. Dan ga ik wat doen even aan die rommel die daarvoor aan ligt. Die dat aangespoelde hout. Het schilderij is wat mij betreft nu klaar en dat moet je altijd besluiten dan door het te signeren. Dus dat ga ik nu eventjes op mijn gemak ga ik dat even doen.